Hey kids, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Get the Music, oftewel Raad het Plaatje. Ook deze aflevering hebben we weer één goed doel centraal staan. En dat is deze aflevering Dance for Life. Dance for Life zet zich in voor de bestrijding van AIDS en HIV in plekken zoals Afrika en Zuid-Afrika. Ik heb links en rechts van mij twee teams van twee personen staan. En ze stellen zichzelf even aan jullie voor. Rechts van mij. Team 2. Hallo, ik ben Maarten Lohman en ik ben student aan de CRN, Media Entertainment Management. En ik ben hier om de prijs te winnen natuurlijk. Hartstikke goed. En Maarten, wat heb je met muziek? In principe niet heel veel. Dat wil zeggen, ik speel geen instrument of iets dergelijks. Maar ik heb wel heel veel van op mijn computer staan. Dus ik denk dat het voldoende moet zijn om dit te gaan winnen. Oké. En wie staat er naast je? Ik wil zeggen, wat staat er naast je? Want je staat zo lekker te grinniken. Zo'n grinnikmachine. Grinnikmachine, wat is jouw naam? Steven Kroon. Steven Kroon. Ik ben net als Maarten student aan de CN, Media and Entertainment Management. En ik ben ook hier om de prijs te winnen. Oké, hartstikke goed. Goed schreven. En we zullen zien of het uitkomt. Aan mijn linkerkant heb ik twee heel andere heren staan. Vertel eens even kort je naam en wat je zowel in je leven doet. Ik ben Christian de Geus, ook student aan het CN Media and Entertainment Management. Ik hou gewoon heel veel van muziek, speel ook geen instrument, maar ook veel op mijn computer staan. Dus. Als je ooit een instrument zou willen spelen, zeg maar ooit ver in de toekomst, welk instrument zou dat dan zijn? Piano, gewoon classical, heel goed. En dan gaan we naar je buurman. Ik ben dus Raymond Heklots. Ik ben ook net als de rest student Media and Entertainment Management. Ik ben door de week op school en in het weekend ben ik huisdisjockey in een discotheek in Kampen. En hoe heet die discotheek? De Buitenwacht. De Buitenwacht. Ja. Zo, en nou heb ik wel eens gehoord dat ze in Kampen dan zeggen mensen mee, daar lopen ze wel alleen maar op kloppen, een beetje te kloppen, stampen. Is dat zo? Nee, absoluut niet. Nee. Het valt heel erg mee. Okay. Wat voor muziek draaien we nou? Top 40. Top 40. Mainstream. En jaren 80. Mainstream. Oké. Okay. Ja. Jaren 80 is ook een heerlijke en een persoonlijke favoriet van mij. Goed, dat betekent dat we nu snel doorgaan naar de eerste ronde. En de eerste ronde is de goed-fout ronde. Dan zul je je afvragen, moeten de kandidaten dan zeggen welke muziek goed is, welke muziek fout is en welke muziek goed-fout is? Nee, daar gaat het niet over. De kandidaten kunnen gewoon heerlijk zeggen welke stelling die ik ga benoemen goed of fout is. Dus ik benoem een stelling en zij zeggen of die goed of fout is. Daarvoor hebben zij drukknoppen bij zich. We kunnen even testen deze doen. En degene die het eerst op zijn knopje drukt, die mag beginnen en die mag antwoord geven. Hier komen de stellingen. 1. De echte naam van de artist, formerly known as Prince, is Prince Roger Nelson. Goed. Dat klopt, dat is inderdaad goed. Punt erbij. Zoals jullie zien hebben ze hier een krijtbordje staan. Daarop houden ze zelf hun punten bij. Vraag 2. Stelling 2. De Achterhoekse rockband Normaal is opgericht uit frustratie over de opkomst van disco-muziek en glamrock. Goed. Dat klopt, dat is inderdaad goed. Weet jullie toevallig ook nog de bijnaam van de zanger Benny Jolink? Niet zo eens, nee. Hij is Buizenberend. Waarom? Ik heb geen idee. We gaan naar de derde stelling. Het eerste album van, en dan komt een hele moeilijke naam, Calvin Cordather Brothers, alias Snoop Dogg, met de titel Doggy Style, is uitgebracht door Virgin Records. Nee, fout. Wie heeft het wel uitgebracht? Death Row. Death Row Records. En weet je ook van wie dit was? Suicide. Nee, Dr. Dre. Dr. Dre die is de beheerder van Death Row Records. Bijna goed. Maar inderdaad, puntje erbij. 4. Marco Borsato won op 4 april 1993 de Soundmix Show. Fout. Want? Nou, dat was volgens mij later pas. Helaas, was eerder. Het was, kijken. Het was wel degelijk in april, maar het was in 1993. Maar het was wel fout. Punten bij. Oh. Punten bij. De volgende stelling. 5. Dominique van Hulst, beter bekend als Do, begon haar carrière als proftennisser en heeft bijna aan de Wimbledon meegedaan. Dat is goed. Dat is inderdaad goed. Heel goed. Ze is inderdaad haar vader, Henk van Hulst, is dan ook een bekend tennistrainer. Echter, nadat ze gezongen had in café Old Dutch in Valkenswaard, kreeg ze direct een platencontract aangeboden. Het zal je maar gebeuren. Ik bedoel, als je nog een keer moet karaoke in de scooters, ik zou het zeker doen. 6. Naakt onder de sterren was het eerste album van Bluff. Team 1. Fout. Want hoe heet het wel? Helder. Volgende. Nee. Naakt onder de hemel. Maar wel punten bij. 7. Deze is een leuke, mijn persoonlijke favoriete band.
K3 begon als een band die als doelgroep voornamelijk 20ers had. Goed. Dat klopt. De eerste single, Wat ik wil, was eigenlijk echter weinig succesvol. In 1999 nam K3 zelfs deel aan de preselecties voor het Belgische Eurovisie Songfestival. Echter, de presentator daarvan noemde hun fijne vleeswaren. Later is hij hier nog op teruggekomen. Ja, fijne vleeswaren. Heb je zo naar ze gekeken? 8. Ook popsterren hebben ooit bijbaantjes gehad. Zo is Gwen Stefani, bekend van No Doubt, en nu als haar solo-debuut, begonnen als serveerster in een koffiebar. Fout. Want, weet je wel wat haar eerste baantje was? Nee, dat weet ik niet. Ja, als bezorgster van brieven weet ik het. Nee, helaas. Het was fout. Gwen, haar eerste baantje was het schoonmaken van de vloer in de ijswinkel met de naam Dairy Queen. Daarnaast werkte ze ook bij de make-upafdeling van het warenhuis, waar we nog steeds veel van kunnen terugzien. Zoveel make-up heeft ze op, vind je niet? 9. Ook actrices wagen zich soms aan de zang. Zo hebben Bruce Willis en Don Johnson, ik ken Don Johnson nog wel van Miami Vice, ooit een nummer gezongen. Nu de stelling. Ook Pamela Anderson zong ooit een nummer getiteld Welcome to Planet Hooters. Fout. Waarom? Nou, volgens mij heeft ze dat nooit gedaan. Dat is simpelweg. Ze heeft wel eens degelijk een nummer gezongen, maar het heette Welcome to the Planet Boom. Het zong ze in met haar vriendje Tommy Lee in zijn band Methods of Mayhem. Verder rest heeft ze ook een keer een opname gemaakt met Bryan Adams, When You're Gone. Deze heeft het uiteindelijk niet gehaald en ze is weggeconcurreerd door Mel C. We gaan snel door. 10. Andersom komt ook voor. Pop-idolen die in films spelen. Een goed voorbeeld hiervan is Madonna. Nu komt de stelling. Madonna speelde in meer films dan dat ze albums heeft gemaakt. Goed. Dat klopt. Madonna heeft 19 albums gemaakt. De eerste heette Madonna en de laatste kon de Confessions Tour Live from London. Daarnaast speelde Madonna al in 22 films. De vraag die we ons nu afstellen is, Madonna nou een zeer succesvolle zangeres of een waardeloze actrice? Vraag of stelling 11. Uniek in Nederland is dat ook cabaretliedjes het tot de hitlijsten scoren. Zo scoorde Freek de Jonge in 2004 een nummer 1 hit met zijn nummer Er is leven na de dood. Goed. Heel goed. Heb je je doodstang over mannen? Is het alle dagen feest? Dus vandaag maar vast begonnen. Voor je het weet. Nou, enzovoort. Stelling 12. André van Duin kreeg ooit een proces aan zijn broek met een nummer 1 hit. Goed of niet? Fout. Het is goed. In 76 was het nummer Willempie een goed, groot succes. Sommige luisteraars vatten het echter op als een spotlied op geestelijke gehandicapten. Er dreigde een rechtszaak door ouders van een geestelijk gehandicapt kind. En Willem wist het uiteindelijk maar net af te wenden door publiekelijk zijn excuses te maken. Overigens zongen de verstandelijk gehandicapten zelf het lied vrolijk mee. Stelling 13, de ene laatste stelling. Muziek komt natuurlijk ook erg veel in vorm, films en tv-series voor. Nu komt de stelling. In de jaren 80 schreef Jan Hammer de soundtracks voor zowel Miami Vice, Airwolf en Knight Rider. Ja, is goed. Dat is inderdaad goed. Leuk. Ja. Toen ik eerst zeg toen ik deze vragen maakte, dacht ik dat ik er Knight Rider bij stopte, omdat hij die nooit had gemaakt, had kunnen hebben. Echter, toen ik even verder zocht, bleek dat hij die wel degelijk ook gemaakt heeft. Dan heb je het over een succesvolle actiefilmcomponist, om het zo maar te zeggen. James Brown is dood, zoals jullie weten. God hebben zijn ziel. In de jaren 90 verklaarde echter, toen hij nog leefde, Wessel van Diepen, de DJ, James Brown al voor dood. Is het waar of niet? Het was een nummer. James Brown is dead. En dat was inderdaad door Wessel van Diepen gedaan. En als onder pseudoniem LA Style. Heel goed. Punt erbij. 15. De laatste vraag. De hardhouse groep Holy Noise uit de New Yorkse wijk Haarlem spraken dit tegen, dat hij dood was, met het nummer James Brown is Still Alive. Is het fout? Fout. Waarom? Daar hebben ze een ander nummer voor gebruikt, volgens mij. Nee. Het is wel degelijk goed, maar ze kwamen niet uit Haarlem, maar uit Rotterdam. Ah. Dus het is inderdaad fout. Dus je hebt een punt erbij. Oh. Dus het antwoord is correct, maar het ding is verder fout. Goed, we gaan eventjes, ik had al eerder gezegd dat Dance for Life het goede doel is wat we supporten met dit programma. Zo hebben we ook eventjes een korte inzage gedaan in waar Dance for Life zich allemaal druk mee maakt. Waar Dance for Life zich onder andere druk mee maakt is dat ze op scholen, in 2004 waren dat 50 scholen, workshops geven aan kinderen en discussies vormen om te praten over HIV, AIDS, etc.
Nou, om al die promotie te doen heb je natuurlijk een hoop geld nodig. En dat samelen ze daar ook onder andere in. Daarom supporten wij ook Dance for Life. En we hebben een aantal studenten hierover over hun mening gevraagd. Wat vinden zij van Dance for Life? Gaan we nu even kijken. Yes, I know Dance for Life. It's I think it's a good organization. The money what they will get, they will give it to people that need it children in Africa. They have problems and kind of things. So it's a good organization. I think we have to do it more in the world like that, because the people here, they have enough money and they can buy music, and when they buy music, a little bit of that the turnover goes to the countries and the children they need it in other countries. So it's a good thing. Have you been on an event? Yes, in 2006, this year I go to Sensation. And there was a DJ, DJ Chesto. So, and he's one of the ambassadors of Dance for Life. So it was good. Dance for Life, ja, kijk, het is een goed concept om inderdaad dit soort feestjes te organiseren waarmee je, denk ik, toch wel een bepaalde omzet kan binnenhalen om dat te besteden aan een goed doel. Ik ga ervan uit dat de Dance for Life een samenwerkingsverband is tussen heel veel verschillende artiesten. Als ik het goed heb, dan heeft Chesto er onlangs nog een nummer voor uitgebracht. Dat klopt toch? Ja. En Dance for Life, nee, ik vind het een goed idee. Het geld wat opgeleverd wordt om dat te investeren in een AIDS-fonds, een SOA-AIDS-fonds. Ja, ik vind voor Dance for Life, dat is een actie die volgens mij ook goed geslaagd is. Ik heb er veel van gehoord en er is een concert geweest. En ik vind het jammer dat ik er niet heen ben geweest, want ik denk wel dat het een goede instelling is van die mensen om dat zo te organiseren. Zo. Dus ik ben er blij mee. Ja. En weer welkom terug. We hebben net even gezien dat ze mensen geïnterviewd werden over Dance for Life. Er was onder andere een jongen die in het begin was die Engels sprak. Ik zal heel kort even vertalen wat hij ongeveer gezegd had. Hij stond erg achter Dance for Life, met name omdat er geld gegenereerd wordt waarmee preventiemaatregelen en andere dingen gedaan kunnen worden om HIV-besmetting te voorkomen. Ik ga even kijken naar de tussenstand ondertussen. En de tussenstand is momenteel 10 punten voor team 2 en 4 punten voor team 1. Jongens, ja, wat gaat er precies mis? Het gaat gewoon mis. Het gaat gewoon mis. We drukken niet snel genoeg. Weet dat we wel, maar we drukken niet snel genoeg. Oké, heel goed. Nou, even snel drukken. We gaan snel door naar de volgende ronde. Dat is de beeldbuisronde. Check it out. Excuses, ik ga even eerst iets uitleggen over de beeldbuisronde. Ze ging even iets technisch fout. De bumper kwam er even niet in. Ik ga het volgende even uitleggen. Jullie mogen zometeen drukken zodra jij de clip herkent. Op dat moment dat je hem herkent, druk je snel, snel op je knopje. Dat is duidelijk. Ja? Oké, heel snel. En als je dan mag je zeggen wat de artiest is en hoe het nummer heet. Heb je dat goed, dan krijg je 2 punten. Heb je maar 1 van de 2 goed, krijg je 1 punt. Ja, dan gaan we nu naar de bumper. 3. Dat was niet de bumper, dat was de clip. Jullie wisten gelukkig al de clip. Zeg het maar. Ik dacht Queen, Bohemian Rhapsody. Ja, klopt. Het was inderdaad Queen met Bohemian Rhapsody. Je mag 2 punten erop zetten. En we gaan even kijken of het goed klopt. Hier komt hij. Het gaat al uit. Dan moet je zo naar boven kijken. Bohemian Rhapsody inderdaad. Kom op jongens, we gaan er even tegenaan. De volgende is echt zeker voor jullie. Hier komt de clip.
mooi. Ja, jullie worden er weer uitgedrukt, hè? Ja. Team 2, zeg het maar. Er waren twee van die... Poepedoepedoe. Don't stop, don't stop, don't stop the beat. Stop, don't stop, don't stop the beat. Gaan even naar jullie toe. Kom eerst nou. Even eerst iets met jou. Je hebt een computer... Move Your Feet, heet het blaad. Heel goed, inderdaad. Move Your Feet is één punt. Move Your Feet. En hoe heet het, de mensen? Junior, senior. Ja, inderdaad! Er zijn twee punten erbij. Heel erg goed. Shit. En we gaan even kijken of het klopt, dames en heren. Ja, fuck. Ja. Ja, inderdaad, het was, ik was helemaal losgegaan. Het was inderdaad Junior Senior met Move Your Feet. En de volgende gaan we nu naar kijken. Coolio, Gangsta's Paradise. Ja, heel goed. Kan je nog één keer zeggen, want we zaten nog even half in het clipje. Coolio, Gangsta's Paradise. Coolio met Gangsta's Paradise, dat is inderdaad hartstikke correct. En we gaan even kijken naar het clipje met muziek. Vriend op te schrijven. Vriend op te schrijven. I got the situation, they got me facing. I do anything for it, I was raised by that shit. Oké, ik ga hem niet helemaal afmaken. Weten jullie toevallig, dus eventjes, ik krijg er gewoon twee punten voor als je hem weet, met welke film dit hoort? Dangerous Minds. Ja. Heel goed, schrijf er maar twee punten voor. Hou het lekker spannend, vindt u niet? Nou, we gaan door naar de laatste clip alweer van deze ronde. Hier komt ie. Nu heb je me. Ja. UB40? Druk eventjes. Wat zeg je? UB40? Met. Weet ik niet, maar ik ken de film wel. Welke film is het? Slimmer. Ja, inderdaad. Dan weet Jad, schrijf maar twee punten bij. Wordt het toch nog spannend? Gezellig. Heel leuk. Wisten jullie hem ook over trouwens? Nee. Nee, hè? Nee, dat zeg ik. Dan gaan we door naar het volgende item. Zoals ik heb het net al even over Dance for Life gehad. Dance for Life die heeft ook zogenaamde Dance for Life events. U weet wel waar zij straks, of zij, hun kaartjes voor kunnen winnen. Zo'n event is laatst gehouden in Leeuwarden in discotheek Rumors. En dan krijg je eventjes door van de mensen aan de kant dat jullie iets harder mogen praten, jongens. Want die zijn bijna niet te horen. Is goed. Ja? Gaat hartstikke goed verder. Dus in discotheek Rumors, een Dance for Life event. Dan mag je lekker dansen en een deel van de opbrengst die ze daar verdienen gaat naar Dance for Life. Dus naar Stop AIDS Now of My Body. We gaan even kijken naar een interview met het bedrijfsleider van Rumors. Hoe het in zijn werk gaat. U bent de bedrijfsleider van de discotheek Rumors in Leeuwarden. Wat is het idee van Rumors en waar houdt Rumors zich mee bezig? Nou, het idee is denk ik wel duidelijk als je een beetje rondkijkt. Het is gewoon een discotheek. We houden ons mee bezig organiseren van avonden voor jeugd en dat soort dingen. Gewoon studentenavonden. Elke vrijdag een ander evenement en zaterdag voor de jeugd. Hoe bent u in aanraking gekomen met Dance for Life? Hoe is de contact met Dance for Life te staan gekomen? Het is eigenlijk een organisatie hierboven nog, dat heet DiscoNet. Die heeft een aantal leden, discotheken, grote discotheken. En dat verzorgt meestal een avond, dat bieden ze aan. En daar zat de Dance for Life avond ook bij en dan konden we kiezen en dat hebben we ook genomen. Dat we een goed doel vinden. Wat is uw persoonlijke mening over Dance for Life? Wat maakt Dance for Life anders als andere organisaties? Ze doen het op een jongere manier, zeg maar. Het is niet zo stijf, standaard, een reclamespotje of een foldertje. Door zoiets een discotheekavond te organiseren heb je gewoon een heel ander image creëer je gewoon. Mensen echt Dance for Life, het hoort een beetje bij discotheken en dat soort dingen. Dus het is meer gericht op jongeren, dat is een goede zaak.
Wat soort evenement heeft u georganiseerd voor Dance for Life? In principe hebben we er niet veel aan gedaan. Je krijgt gewoon vlaggen opgestuurd. En het is de bedoeling dat je dan bijvoorbeeld je entreeprijs een stukje duurder maakt. Dus in plaats van 5 euro doe je dan 6 euro. En wat je dan extra verdient, dat geef je aan Dance for Life. Nou, dat vonden we een beetje een slechter idee, want dan ga je over de rug van je bezoekers ga je geld verdienen. Dus we hebben gewoon gezegd van nou, we doen er ook niet veel aan, maar van elke bezoeker geven we een euro aan Dance for Life. Dus normaal de entree was gewoon 5 euro. En voor elke klant gaven we een euro aan Dance for Life. Hoeveel geld heeft het evenement in het geheel kunnen opbrengen voor Dance for Life? Dat is dus 750 bezoekers keer een euro is 750 euro. Zou u in het volgende jaar weer een evenement voor Dance for Life organiseren? Ja, absoluut. Waarom niet? Ik vind het wel een goede manier. Het is een beetje meer gericht op jongeren en wij hebben hier heel veel jongeren, dus waarom niet? Ja, het is bijna economie. Zodra je ergens een belevenis van maakt, dan loopt het echt storm en binnen. Zo ook bij Dance for Life. Dus kom je een keer in de buurt, zie je ergens zo'n event, ga er gewoon lekker heen, want het is ook nog eens een goed doel. Je kan lekker best swingen. Nou, en het leuke is daarbij komt dat je, wanneer je ook nog eens meer wil weten over Dance for Life, zeg maar je wil dingen steunen, je wil zelf zo'n event organiseren, check even dan de website www.danceforlife.nl. Dan gaan we nu alweer door naar de allerlaatste ronde van deze quiz. De finale ronde, waarbij deze twee partijen nog alle kansen hebben, zie ik aan de tussenstand. Want die staat inmiddels op 10 voor team 1 en 14 voor team 2. En ze hebben alle kans nog om dit gelijk te maken. Namelijk, ze kunnen in totaal 5 punten verdienen. 3 voor als ze het nummer wat ze horen goed afzingen, dus ze krijgen zo meteen een stuk van een nummer te horen en zij zingen dat af. En 2, als ze erbij ook nog eens een leuk dansje bij maken. Het is per slot van rekening Dance for Life. Dans of je leven ervan afhangt. Heel goed. We gaan daarom lekker beginnen bij team 2, net als helemaal in het begin. Ja. Team 2, zijn jullie klaar voor, heren? Ja, helemaal. Ja? Ja. Hebben jullie keeltjes mooi gesmeerd? Helemaal. Ja, ik zie het. Hartstikke goed. Voordat we hier de rest van het decor afbreken, hier komt jullie nummer. Denk even vast na. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion. Nou, ik vind het geweldig. Ik miste echter nog wel eventjes het dansje erbij. Ik heb hier nog weer aan te zetten, jongens. Kom op, hè. Iets meer bewegen. Dus jullie verdienen hier 3 punten mee. Zet ze er maar bij. Dan is jullie laatste poging. Dan moet je in ieder geval je eigen eer te behouden. Ja. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja, zeker. Hier komt zo, ja. Jullie nummer. Life is life. Jawel toch. Life is life. Nou, lachen jongen, dat vond ik. Ik zit even denken. And we all in the power, we all fit the best. Ja, geweldig, heel goed. En weten jullie ook wanneer dit nummer bekend werd en waarom? 1984. Nee, goed, dat is weer niet belangrijk. Het is ooit een keer een heel klein voetballertje geweest die daar besloot om in de pauze tussen de voetbalwedstrijden om met zijn prachtige nummer 10 op zijn wit met blauwe shirt het publiek te gaan vermaken. En dat voetballertje heette ooit Maradona. En toen klonk dit nummer. Weet je ook van wie het geweest nummer? Opus. Heel goed. Nou, 5 punten voor jullie, omdat jullie ook lekker meedansen. Ja. Dat brengt dan, dames en heren, want aan al het goede komt een eind. Dus ook aan Mellekoeien. Deze stand op 15 voor team 1. En 17 voor team 2. Dat betekent dat de winnaars van deze eerste en laatste aflevering van Get the Music, oftewel Raad het Plaatje, zijn team 2. Jongens, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb nog iets voor jullie.
want ik laat jullie natuurlijk niet met lege handen achter. Ah. Jullie gaan heerlijk naar een Dance for Life event toe. Woe. Ik wens jullie er heel veel plezier mee. Jullie ook bedankt voor het komen. Ja, goede tegenstel gewild. We hebben nog alles eraan gedaan, maar het mocht niet baten. Ze waren gewoon de oprechte winnaars. Team 2. Dames en heren, ik ga afscheid van jullie nemen. Dit was het. Ik zie jullie graag volgende week weer terug. En morgen zijn wij om 2 uur met een herhaling ook weer te zien. Blijf kijken. Take it anymore.